Welcome everybody to the Lighthouse Fellowship. Okido, welcome nogmaals aan Lighthouse. Okay, can we get this a little bit more like dramatic? Oké, mannen, we kunnen dat beter. Okay. Voilà. Happy New Year. Gelukkig nieuwjaar. Just in case I haven't said it so far, we start a new series in the new year. In het geval dat ik het nog niet had gezegd, gelukkig nieuwjaar. Dus we starten in het nieuwjaar met een nieuwe serie. My name is Frank, I'm the pastor. Zijn naam is Frank, hij is de voorganger. I don't look like a pastor, I know, but believe me, I am. Hij ziet er niet uit als een voorganger, maar geloof hem, hij Together is het with wel. My wife Hadassah, samen met zijn vrouw Hadassah. We want to start a brand new series to put the whole church and you on a brand new foundation this year. We willen een nieuwe start maken en jij een nieuw fundament hebt voor dit jaar. I don't know if anybody of you is into New Year's resolutions. Ik weet niet of er iemand van jullie echt in die nieuwjaarsvoornemens is. Well, some of you said, okay, I had one 2 days ago. Sommigen van jullie zeggen misschien, ja, ik had er eentje 2 dagen geleden. You know that the gyms are flooded around this time. Rond deze tijd zijn de sportscholen echt Everybody, I need to exercise more and I sign up for a 5-year contract. Iedereen heeft zoiets van, ja, ik moet echt meer sporten en tekenen in deze 5-jaarscontract. $29.99 every month. Dat kost mij, how much? €29.99 elke maand. By mid-February, you're not going anymore. Maar tegen midden-februari ga je niet meer gaan. But you signed the contract. Maar je hebt uw contract getekend. You know, I don't want to discourage you too much. Ik wil u niet te veel ontmoedigen. Because we are in church, I'm here to encourage you. Want we zijn nu eenmaal in de kerk, dus ik moet u depression on you. Ik wil echt druk op u leggen. But if you are not getting it done to exercise more, like in April, August or September. Weet, als je het niet in april, augustus of september meer kunt sporten. Chances are that you're not going to make it 1st of January. Zijn de kansen redelijk groot dat je dat op 1 januari ook niet gaat kunnen. 1st of January holds no magical power. De 1 januari heeft nu eenmaal geen magische kracht. You just try it again. Probeer het gewoon opnieuw. But so far it didn't work. Maar tot nu toe werkte het niet. Guess what? Raad eens. It won't work either 1st of January. Het gaat ook niet werken op 1 januari. There's no magical power to this month or to this date. Er is echt geen magische kracht in deze maand. The good news is, het goede nieuws. You don't have to wait to change your life. Maar het goede nieuws is, je moet niet wachten om je leven te veranderen. Doesn't matter if it's January or February or December or April. Maakt niet uit welke maand het is. Januari, februari, maart, april. You can just start. You don't have to wait for 1st of January. Je kunt gewoon starten. Je moet niet wachten op die 1st januari. And you better put yourself on a foundation that has some power to it. Maar je kunt je best wel op een fundament zetten dat wel kracht heeft. You know Einstein's definition of insanity? Ken je Einstein's definitie van gekheid? You do the same thing again and again and again, but you expect different results. Je doet steeds weer hetzelfde en hetzelfde en hetzelfde, maar je verwacht elke keer weer een andere uitkomst. Well, you should change something on the way how you do it. Wel, misschien moet je iets veranderen op de manier dat je het doet. So that you get real different results. Zodat je wel een ander en een beter resultaat krijgt. And I wanna just start this whole year and put us as a church and I wanna help you as individual. Ik wil dit nieuwe jaar starten zodat wij als een kerk en jij als individu. I want to give you something that works. Ik wil u iets geven dat werkt. Something that has power. Iets dat kracht heeft. To change your life. Dat kracht heeft om je leven te Not veranderen. Just in January, niet enkel en alleen but in januari. Every single day of the year. Maar op elke dag van het there's jaar. Something that can give you a fresh start. Er is iets dat u een nieuwe start kan geven. Today. Vandaag. It's not because it's January. En dat is niet omdat het januari is. Because it really works. Het is omdat het echt werkt. And we wanna look into what the Word of God says. John 1:1, everybody, or the most of you might know it. We gaan eens kijken wat het woord zegt in Johannes 1, vers 1. De meeste van ons kennen het misschien. In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was zelf God. This is one of these interesting Dutch translations because it translates the word logos as Christus. Dat is een heel interessante Nederlandse vertaling. In English we read the word word because the Greek is logos. Omdat in Nederlands vertalen we het woord logos als Christus, maar in het Engels vertalen we logos naar woord, omdat dat ook de vertaling is. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So we see that the word that God speaks became a human being. En we zien dat het woord dat God spreekt een mens werd. And the word became flesh and made his dwelling among us. En het woord werd vlees en dwelling tabernacled among us.
Wow, that's even more beautiful. Thank you for that, Frank. the word became flesh and was here in human form. Dus het woord werd menselijk en was hier ook als menselijk persoon. By the way, persoon. We have it here as well. Oh, you are so fun. Akido. En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. So before we read too fast over this. Voordat we hier te snel overgaan. We need to understand that the word became flesh. Moeten we begrijpen dat het woord menselijk werd. That means if there is something in the whole universe that holds power. Dat betekent als er iets is in de hele universum dat kracht heeft, then it is the word of God. Dan is het het woord van God. If he speaks, als hij spreekt, things change. Veranderen dingen. We see in the beginning there was he said let there be light. Je ziet dat er in het begin staat dat hij zegt laat er licht zijn. And there was light. En er was licht. So if he speaks, things change. Dus als hij spreekt, veranderen dingen. So they also come into existence. Ze beginnen te bestaan. So things that were not, they are suddenly. Dingen die er nog niet waren, zijn er ineens wel. So there is some kind of magical power to the word. Dus er is een soort van magische kracht in het woord. Because if this word speaks to you today, dus als dit woord tot jou spreekt vandaag, there will be change in your life. Zal er een verandering zijn in je leven. If the word becomes alive for you today, als het woord tot leven komt voor jou vandaag, the result will be change. Zal het resultaat verandering zijn. This is what we all want, right? En dat is wat we allemaal willen, toch? So we need to go into this and see how can we make the word come alive to us. Dus we moeten hier instappen en kijken van oké, hoe kan het woord tot leven komen voor ons? Because we will see in a few moments that just knowing the word is not making the cut. Want we gaan zien in een beetje dat gewoon het woord kennen gaat het verschil niet maken. Just to know it doesn't change too much. Gewoon het woord kennen gaat niet zoveel veranderen. And that's the difference between religion and what we're talking about, having a relationship with Jesus. En dat is het verschil tussen religie en waar dat wij het over hebben, een relatie hebben met Jezus. Religion is all about knowing things. Religie gaat over dingen weten. And there are people they know much, much more than I know. En er zijn mensen die veel meer weten dan hij. But they never had a touch of the risen Jesus in their life. Maar ze hebben nooit een echte aanraking gehad met Jezus. Well, if you make me choose between the one and the other, als je hem laat kiezen tussen het een of het ander, I want to be with Jesus. Wil ik met Jezus zijn? I want to hear his voice. Wil ik zijn stem horen? Because that will bring change. Want dat gaat verandering brengen. Amen. No, the word says. Het woord zegt. De hemelen werden door het woord van de Heere gemaakt. Alles wat erin is, ontstond door zijn adem. So that's an interesting word here. Adem is een interessant woord hier. Because in Hebrew it's ruach. In het Hebreeuws is het ruach. In Grieks is pneuma, or however you pronounce it, but I know how to write it. In het Grieks is het pneuma, of hoe je het ook mag uitspreken. And there is a bigger meaning to it. En daar zit een veel zwaardere betekenis in. Again, it's not just a word that is spoken. Opnieuw, het is niet zomaar een woord dat gesproken wordt. This word that is translated with breath. Het woord dat vertaald wordt met adem. Or wind. Of wind. Also indicates that there's power coming with this word. Betekent ook dat er kracht zit in dat woord. So it's not just knowledge. Het is niet zomaar kennis. There is a word with a power. Er is een woord met kracht in. And that's the power to change. En dat is de kracht van verandering. And I want to try and I pray that I can unlock this for you in this series. En ik wil proberen en ik bid ook echt dat we dat samen kunnen ontkoppelen. Because in gang you might zetten. you might have heard some portions of the word of God. Je kent misschien een paar deeltjes van het woord van God. And you're like, well, that's just not too exciting. Is it? En je hebt zoiets van, ja, bon, dat is nu niet zo hyper interessant. I have nothing to it. Ik heb er niks mee. How can this change my problems? Hoe kan dit mijn problemen veranderen? This is a very good question. Dat is een heel goede vraag. It's exactly what we want to tackle today. Dat is exact waar we het vandaag over willen hebben. You know, weet je? Let's start with this one. Laten we hiermee beginnen. Hij was er al voordat er iets bestond. En alles wat bestaat, is er dankzij hem. He is before all things and in him all things hold together. So that means that he is completely aware of your world. Dat betekent dat hij volledig weet wat er in jouw leven gaat. He is completely aware of your problem. Hij weet perfect wat jouw problemen zijn. If you are hearing anything, how in the world is the church going to help me? Als je hier bent en je denkt van hoe in hemelsnaam gaat de kerk mij helpen? Well, to be honest, I think we can't.
eerlijk gezegd, ik denk niet dat we dat kunnen. We can offer you friendship. We kunnen u vriendschap aanbieden. We can love you as a person. We kunnen van jou houden als we persoon. Can welcome you in. We kunnen jou welkom heten. But we cannot change it. Maar we kunnen het niet veranderen. But we know the one who can. Maar we kennen wel degene die het wel kan. I want to lead you to the one who can change your life. En we willen u leiden naar de persoon die uw leven kan veranderen. And he does it with his word. En hij doet dat met zijn woord. And he speaks it. En hij spreekt het. And there's power to it. En er is kracht voor But met we, het. In a way we need to unlock it. Maar op een manier moeten we dat vrijzetten, openzetten. Otherwise the word will not unfold its power. Want anders gaat dat woord zijn kracht niet kunnen zetten, geven. No, the Bible says in Hebrews 4:12. In Hebreeërs 4 vers 12 vinden we, want het woord van God is vol van kracht en leven. For the word of God is alive and active. So the Bible says if this word lands in you. De Bijbel zegt als dit woord in jou tot leven komt. And it finds ground. En het vindt een grond, een fundament. It is active and alive. Wordt het actief en is het levendig. And unfolds its power. En krijgt het die kracht. But there's something that needs to happen in you. Maar er is iets dat in jou moet gebeuren. Because just hearing it doesn't do the trick. Want gewoon het ding horen gaat de verandering niet geven. It's a little bit like a two-component glue. Het is een beetje zoals een lijm die van twee componenten bestaat. I don't want to get too technical this morning, but there is these kind of glues. Ik wil niet te technisch worden, maar je hebt dus een soort van lijm. You need to mix them. Je moet die mixen. And then they start being gluey. En dan worden ze lijm. If you just only use the red or the blue component. Als je enkel het rode of het blauwe component gaat gebruiken. Not too much is going on. Gaat er niet zo heel veel gebeuren. But mix them. Maar gaat je ze mixen? You better take your hands off. Kun je maar beter maken dat je handen eraf zijn. Because that stuff sticks. Want dat wordt super plakkerig. It's dangerous. Het is eigenlijk gevaarlijk. And this is what needs to happen with the word of God. En dat is wat er moet gebeuren met het woord van God. You hear it, it gets into you. Je hoort het, het komt in jou. But we need a second component. Maar we hebben een tweede component nodig. To activate it. Om het te activeren. And suddenly this thing that you knew all the time. En ineens dat ding dat je altijd kende. Transforms into something that holds power. Verandert in iets dat kracht heeft. So what can this be? Wat kan dat zijn? Take home number one. De eerste meenemer. Please read it. Geloof activeert het woord. Faith activates the word. Faith activates the word. Geloof activeert het woord. It's the second component. Het is het tweede component. There is this word. Er is het woord. That Jesus is the Son of God. Dat Jezus de Zoon van God is. That he is risen from the death. Dat hij opgestaan is van de doden. That he holds all power on earth and in heaven. Dat hij alle kracht heeft op aarde als in hemel. But it's not doing anything. Maar toen niks. Until. Totdat. You believe it. Totdat je het gelooft. And still you attach it with faith. Totdat je het samen gaat brengen met geloof. And suddenly you feel the power. En ineens voel je die kracht. And suddenly something happens. En ineens gebeurt er iets. There's a let's see what Hebrews 4:2 says. Laten we kijken. Want dit goede nieuws dat God ons wil redden, heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes. Maar zij hebben er niets aan gehad omdat ze het niet geloofden. This is amazing. Dat is schitterend. The good news was preached our people long ago. It has also been preached to us. The message they heard didn't have any value for them. They didn't combine it with faith. It says the message that they heard had not any value for them. Het zegt dat het woord dat ze gehoord hadden had geen waarde voor hen. But they heard it all the time. Maar ze hoorden het elke keer opnieuw. Jesus is Lord. Jezus is de Heer. You might have heard this 1,000 times in your life. Je hebt je misschien al duizenden keren gehoord. But it has no value for you. Maar het heeft geen waarde voor jou. It has no power for you. Het heeft geen kracht voor jou. Why? Waarom? Because we do not combine it with faith. Omdat we het niet combineren met geloof. That's why there are a lot of people who know theologically much more than I do. Daarom dat er heel veel mensen zijn die theologisch gezien veel meer weten dan Frank. But it holds no value for them. Maar het heeft geen kracht voor hen. Because they do not believe it. Omdat ze het niet geloven. Power is added to the word the moment we receive it in faith. Kracht wordt bijgevoegd aan het woord op het moment dat we het combineren met geloof. And it's a little bit like this. Een beetje zoals dit. It's a little bit. It's one of my favorite illustrations if I talk about faith. Is een van zijn favoriete illustraties als je het hebt over geloof. No, a cow is eating grass. Een koe eet gras.
grass doesn't necessarily give life. Gras geeft niet specifiek leven. But she receives it and then she starts chewing it, digesting it. Chewing it, digesting it. De koe eet het, begint het te kauwen, die begint het te verteren, kauwen, verteren, kauwen, verteren. They have several stomachs as far as I know. Ze hebben meerdere magen, klopt. And then here comes the good stuff out. En dan hier there's krijg je het goede stuk, de melk. It's what a wonderful machine. Een zalig machine, toch? You put grass in here. Je steekt gras hier erin. Whatever it does. Er gebeurt van alles. And you have milk coming out. En er komt melk uit. It's awesome. Awesome. Top. With the word of God is just the same. Met het woord van God is het exact hetzelfde. If we read the word of God. Als we het woord van God gaan lezen. It's like we're eating grass. We gaan gras eten. It's still not milk. Maar het is nog altijd geen melk. What needs to happen? Wat moet er gebeuren? We need to chew on it. Je moet erop kauwen. Digest it. Verteren. And they do something very disgusting. I don't know if you know that. Ze doen iets heel vuil. They slick it. Ze nemen het tot zich. Oh ja. And then they vomit it back and then they chew again. Dan braken ze het op en dan beginnen ze terug te kauwen en verteren. Vies niet. But this is the word that the Old Testament uses for meditation. Maar dat is wat je gebruikt voor meditatie. You meditate on something. Je gaat erop mediteren, je gaat erop denken. You think about it. Denk je. You let it work. Je laat dat werken. And then you think you have it. Dan denk je, ja, ik heb het. Well, then it comes back. Maar dan komt het terug. And there's more stuff to it. Er is gewoon meer aan. You get all the goodness out. Je moet al het goede eruit krijgen. There's some moment in here. Op een bepaald moment hierin grass turns into milk. Wordt gras melk. And milk brings life. En melk brengt leven. And this is what needs to happen. En dat is wat er moet gebeuren. In us. In ons. So if we enter in 2 weeks, we start our 21 days. Binnen 2 weken beginnen wij aan onze 21 dagen van gebed. And I want to encourage you to participate. En ik wil u aanmoedigen om mee te doen. Take 21 days. Neem 21 dagen. Find whatever form suits you. Op welke manier dan ook dat specifiek is voor jou. I will talk next week more about it. Volgende week gaan we het er meer over hebben. You can do a total fast. Een volledig vaste. Drinking water and juice for 3 weeks. It's possible. You're not dying, believe me. Enkel water en sap drinken. Je gaat er niet van doodgaan, eerlijk niet. You can skip meals. Je kunt een maaltijd overslagen. Go without meat. Zonder vlees you gaan. You can do a soul fast. You just skip Facebook for 3 weeks. Een andere soort van vasten. Je kunt Facebook switch een paar weken checken. Switch out your mobile phone for 3 weeks. Je gsm afzetten voor 3 weken. All right. Oeh, dat is al moeilijk, hè. And the time that you're saving. En de tijd die je daarmee overhoudt. I want to encourage you to eat grass. Wil ik u echt bemoedigen om gras te eten. Receive the word. Het woord ontvangen. Read through the four gospels in 21 days. De 4 epistels doorlezen. Read through 2, 3, or 4 prophets in the Old Testament. 3, 4 profeten doorlezen in het Oude Testament. Read through the psalms. De psalmen lezen. Just take the word in you. Het woord echt tot u nemen. And then let it unfold its power. En laat dan de magie gebeuren. I'm telling you, once you had one of these grass milk moments. Op een bepaald moment gaat je zo'n gras melk moment krijgen. It's like, of course, wow, I've never seen that. Ineens heb je zoiets van, maar tuurlijk, it's dat had ik niet door. It's a revelation. Het is een moment van openbaring. It brings power to your life. Het brengt kracht tot in je leven. It changes things. Het verandert dingen. You know, let me give you one example here. Ga nu een voorbeeldje geven. A second take home is revelation activates faith. Tweede meenemer. Openbaring activeert geloof. We need to have this now I see it moment. We moeten zo'n moment hebben van, maar tuurlijk, nu snap ik het. That activates our faith. Dat gaat ons geloof activeren. That activates the word. Dat gaat het woord activeren. Let me give you an example for that one. Voorbeeldje. Lucas 1:34 says, this is Mary. Lucas 1:34, Maria zegt, maar hoe kan ik een kind krijgen, vroeg Maria. Ik ben nog maagd. So everybody knows the story, hopefully this is Mary. An angel is coming, we just had Christmas, an angel is coming, and he announces that Mary will have a baby, but she is a virgin. Iedereen kent waarschijnlijk dit verhaal, dat er op een bepaald moment een engel komt tot Maria en zegt van, jij gaat een kind krijgen, maar ze is nog een maagd. And the angel, he speaks the word to Mary. En de engel spreekt het woord tot Maria. And she hears it. En ze hoort het. She understands it logically. Ze begrijpt dat logisch gezien.
But it hasn't landed in her soul. Maar het is nog niet geland in haar ziel. She's still chewing grass. Ze is nog steeds die gras aan het kauwen. It's not milk. Het is nog geen melk. She says, "Maar hoe kan ik dat?" I'm sorry. How will this be? She asks, since I'm a virgin. She's like, huh? Ze heeft zoiets van, huh? Have you ever read the Word of God, the Bible, or somebody talk to you about God? Heb je dat ooit voor gehad dat je de Bijbel leest of dat iemand tot u spreekt? And you are like, huh? En je hebt zoiets van, huh? What? Wat? Well, it happens to me all the time. Het gebeurt continu. If I read the Bible. Als hij de Bijbel leest. Don't believe for a second that I agree with everything naturally. Geloof niet dat ik het. Geloof niet dat ik dat direct geloof. I read it. Ik lees dat. What? What? God, why are you doing this? God, waarom doe je dat? I would have done it different. Ik zou het zo anders gedaan hebben. I don't think this is right. You should. Ik denk niet dat deze juist is. Je zou dat anders. And then I realize who I am. En dan realiseer ik wie dat ik ben. And then I look at the word again. Kijk ik terug naar het woord. And then I try to make sense out of it. En dan probeer ik er meer betekenis tot te krijgen. And meditate on it. Erop te mediteren. And just allow God to speak to me about it. En God toelaten om erover te spreken tot mij. Until I can see something that I haven't seen before. Totdat ik iets kan zien dat ik ervoor nog nooit gezien had. Until it lands in me. Tot het in mij landt. And that changed me. En dat verandert. There's power in it if we come with this attitude towards the word of God. Er is kracht in als je met die attitude tot het woord van God komt. We see it in Mary's life just a few verses later. Een paar versen later dan die vers 37. She says, zegt Maria: "Voor God is niets onmogelijk. Wat hij zegt, gebeurt." For no word rhema, that's the word rhema, from God will ever fail. This is what she says. Dit is wat zij zegt. So she goes from what? Ze gaat van wat? To all right, I receive it. Tot oké, ik ontvang het. Goed. Goed, zei Maria. De Heere mag met mij doen wat hij wil. She says, okay. I am the Lord's servant. Mary answered, may your word be to me be fulfilled. She is not struggling with his logical difficulties anymore. She combines it with faith. Ze is niet meer aan het worstelen met die logica die ze heeft, maar ze combineert het met geloof. And she says, "All right, God." En ze zegt, oké, okay, God. May it be to me as you say. Mag het tot mij zeggen wat dat u zegt? And some theologians would say. En sommige theologen zullen zeggen. This was the moment that she got pregnant. Dat het moment is waarop zij zwanger werd. The moment she received the word and faith. Het moment dat zij het woord ontvangt in geloof, it unfolded power in her body, kreeg het kracht in haar lichaam. And her pregnancy started. En hupla, ze was zwanger. There's power in the word of God, but we need to unlock it. Er is kracht in het woord van God, maar je moet het just wakker maken. Knowing the word will not necessarily help you. Enkel het woord kennen gaat u niet helpen. The word says 1 Corinthians chapter 4. I don't have it here because it was yesterday. It just came up in my thoughts. 1 Korinthe zegt. For the message of the cross is foolishness to those who perish. Het woord, de betekenis van het kruis betekent niks. Of course. Tuurlijk. If we tell somebody, hey, this guy who died 2000 years ago. Als wij tegen iemand gaan zeggen, hey, die kerel die 2000 jaar geleden gestorven is. They nailed him on a piece of wood. Ze hebben op een stukje hout geklopt. And some people claim afterwards magical stuff happened. En sommigen zeggen dat er achteraf magische dingen zijn gebeurd. What has this to do with me? Wat heeft dat met mij te maken? How can this solve my problems? Hoe gaat dat mijn probleem veranderen? It's foolishness. Dat is stomheid. It doesn't make any sense. Maar heeft geen logica. But the moment that we understand. Maar het moment dat we begrijpen. He is risen. Hij is opgestaan. He paid for everything that I have ever done. Hij heeft betaald voor alles wat ik ooit gedaan heb. They put him on this piece of wood for me. Ze hebben hem op een stuk hout gezet voor mij. The word becomes alive for you. Komt het woord van God tot leven? There's power. Er is kracht. To change. Kracht om te veranderen. Power to solve all your problems. Kracht om je problemen op te lossen. Power to give you a new perspective. Kracht om perspectief te krijgen. Take home number 3. Meenemer nummer 3. Meditation activates revelation. Meditatie activeert openbaring. You're like, okay, I'm reading. Okay, ik ben aan het lezen. I'm waiting for the revelation to come. Ik wacht op de openbaring. But it doesn't. Maar het komt niet. Hello. Woohoo. This can have two reasons. Dat kan twee redenen hebben. One, you think it's like making instant coffee.
Ten eerste, het kan zijn dat je dat denkt zoals, ah, maar dat was instant coffee. Like, can anybody please create an app for this? Kan iemand daar alsjeblieft een app voor maken? A revelation app. Een openbaring app. God, I need revelation now. God, ik heb nu een openbaring nodig. About this and this. Oh, hierover, God. Hurry. Joehoe, snel. Hurry. Snel. Because I need to go to Spotify Premium and listen to my music. Want ik moet nu naar Spotify gaan luisteren om naar mijn muziek te luisteren. So you better hurry. Dus snel, God. This is not how it works. Maar zo werkt het niet. But meditation means that we need that we take time. Meditatie betekent dat we er tijd voor nemen. That we take the word of God and we chew on it. Dat we het woord van God nemen, dat we erop gaan kauwen. Especially the parts that you don't like. Voornamelijk die stukken die je niet tof vindt. C.S. Lewis once said. C.S. Lewis zei ooit. It's the parts in the Bible that offend you the most. Het zijn de stukken in de Bijbel die jou het meest tegenspreken, beledigen. That will help you grow the most. Dat jou zullen helpen om het meeste te groeien. Don't rip them out of your Bible. Ga ze niet uit je Bijbel scheuren. Oh, that's difficult. I don't like this. Oep, nee, dat stuk vind ik vervelend. Up, eruit. It's just John 10 is a nice chapter for me. Ja, Johannes 10, dat is mijn hoofdstuk. He's the good shepherd. Goeie herder. Everything is always nice. Alles is perfect. No problems. Geen problemen. This is it. Ja, dit is het. But there's more in the Bible than John chapter 10. Maar er zit meer in de Bijbel dan enkel en alleen Johannes 10. And some of it may offend you. En sommige stukken zullen u beledigen. Some of it offends me. Sommige stukken beledigen mij. But I learned that these are the scriptures that really give me growth. Maar ik heb geleerd dat dat de stukken zijn die u echt helpen met groei. If I wrestle with them. Als ik daarmee worstel. If I meditate on them. Erop mediteer. I say, God, why is that? I don't get it. I don't understand it. God, waarom is dat? God, ik begrijp dat niet. This opens a whole new world for me. Komt er ineens een hele nieuwe wereld tevoorschijn. If I meditate on it. Als ik erop mediteer. You know, here's the word from the Old Testament, Joshua 1:17. Er is een uit het Oude Testament, Joshua. Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zal het u slagen. Let's read in English. Keep the book of the law always on your lips. Meditate on it. Meditate on it. Day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Who of you wants to be prosperous and successful in 2019? Wie van jullie wilt in 2019 succes hebben en meer uit uw leven halen? I want. Ik hè. So what is the solution that I'm offering you this morning? Wat is nu de oplossing die ik u bied deze ochtend? Eat grass. Eet gras. Chew on it. Kauw erop. Meditate on it. Mediteer erop. Give it time. Geef dat tijd. Until the revelation comes. Totdat die openbaring komt. So that you have faith. Zodat je geloof hebt. And you activate the word. En het woord activeert. That holds power. Dat kracht houdt. For you. Voor jou. And for me. En voor mij. You know, actually it's pretty easy. Eigenlijk is het redelijk gemakkelijk. Sorry, I was a little bit too fast. Hij was wat te snel. And we eat the word. We eten het woord. We meditate on it. We mediteren erop. We have until we have a revelation. Totdat we een openbaring hebben. Then we will have faith. En dan zullen we geloof hebben. And then the word activates its power. En dan gaat het woord zijn kracht echt activeren. That's why the word of God also says that faith comes from the word. Daarom zegt het woord van God ook dat het vertrouwen komt van het woord van But God. But there are two different kinds of word. Maar dat zijn twee verschillende soorten woord. There's the logos and there's the rhema. Je hebt de logos en de rhema. The logos is what's written in the book. Logos is hetgeen dat er geschreven staat in het boek. The rhema is the word that came alive. Rema is het woord dat tot leven komt, activeert. The only way to get the word come alive. De enige manier om het woord tot leven te krijgen. Is that you eat the grass. Is dat je dat gras eet, dat eerste woord you eet. Meditate. Mediteert. You receive a revelation. Die openbaring ontvangt. You have faith. Vertrouwen krijgt. And you receive a rema. En je ontvangt die rema. That holds power. Dat houdt kracht. Now we are at a season now as a church that we think about maybe moving again. We zijn in een seizoen als kerk dat we eraan over aan het denken zijn om misschien nog eens terug te verhuizen. Because the building is getting too small. Omdat het gebouw gewoon te klein wordt. It would be the fifth time in the last 10 years. Vijfde keer, 10 jaar. And it's a wonderful problem to have. Prachtig probleem om te hebben. But we cannot just Google. Maar we kunnen niet zomaar googelen. Okay, this looks great, let's do that. Okay, dat ziet er top uit, Because laten we dat doen. This church doesn't belong to me. Want deze kerk hoort niet toe tot hem. I'm just a steward. Het is gewoon degene die het bewaakt. I'm a manager. Manager van het. I have a boss. Ik heb een baas.
And it's my job to hear his voice. En het is zijn taak om zijn stem te horen. Get instructions from him. Instructies te krijgen van hem. And I want to use his 21 days to go after him. En hij wil die 21 dagen gebruiken om echt achter hem aan te gaan. God, where do you want us to lead your church? God, waar wilt u dat wij uw kerk naartoe leiden? What is your next step? Wat is uw volgende stap? For these people. Voor al deze mensen hier. Because he loves you more than he loves this building. Want hij houdt veel meer van jou dan hij van dit gebouw houdt. And he loves you more than he loves any kind of pastor titles. En hij houdt veel meer van jou dan hij van enige en hij houdt veel meer van jou dan hij van eender welke titel zou houden. The God that we serve, he's into you. De God die wij dienen, die is volledig in voor jou. And all the structure that we have. In alle structuren die we hier hebben, must serve this one purpose, moet dat ene doel dienen. That he can reach out to you, dat hij naar jou toe kan komen. Because that's his heart. Want dat is wat je wilt. That's his heart. I have minus 30 seconds. Ik heb minder dan 32 seconden. But let me share this to you. Some of you already know it. Ik ga nog even dit delen. As we've been in our former location. Toen we in ons vorige locatie waren. I was alone in the building. I was praying. Was hij alleen in het gebouw en was hij aan het bidden. And I know it sounds a little bit Waco to some of you. En oké, voor sommigen van jullie kan dat een beetje raar klinken. So be it. Maar zij zo. But I was praying and suddenly I was standing still. En hij was aan het bidden en ineens stond hij stil. And it was like a movie in front of my spiritual eyes or however you like, I just had this idea. En alsof er op die moment voor zijn geestelijke ogen of noem het hoe hij het wilt ineens een idee kwam. Call it dream, call it vision, call whatever you call it. Droom, visie, hoe dat je het ook wilt noemen. But I felt as if Jesus was coming in the building. Maar het voelde voor hem alsof hij Jezus op dat moment in het gebouw kwam. And back in the days we just moved into this new building. En op dat moment waren we eigenlijk juist verhuisd naar dat nieuwe gebouw. We had a brand new kids location. Super nieuwe locatie voor de kinderen. Brand new logo. Super nieuw logo. Everything was new. Alles was I was so proud of this location. Hij was er super trots op. And I felt Jesus is coming into the location. En hij had het gevoel dat Jezus in die locatie kwam. And in my dream I just interacted with him. In zijn droom was hij aan het samenwerken met hem. And I was like, Jesus, I mean, look around, isn't that awesome? En ik had zoiets van, maar Jezus, kijk nu toch eens rond, is deze niet de max? It was almost a little bit scary what he did. Het was een beetje eng wat dat hij toen deed. Because he just looked into my eyes. Want hij keek in mijn ogen. He zijn didn't ogen. Look at the location, the building. Hij keek niet naar het the gebouw. Nice floor, the kids location, the colors, the schone chairs. Schone vloer, schone he kleuren, schone in locatie. In fact, he didn't care at all. Maar eerlijk, het boeide he hem niet. Right into my eyes. Hij keek recht in mijn ogen. And he said one thing. En hij zei één ding. I want to see my people. Ik wil mijn mensen zien. And in that moment I understood. En op dat moment begreep hij. He is a good shepherd. Dat hij echt een goede herder is. He doesn't care about buildings. Dat hij echt niet om een gebouw geeft. He cares about the condition of his people. Hij geeft om hoe dat wij als mensen zijn. Als he, zijn he, mensen he wanted zijn. To see have you fed them well. Hij wil zien of hij ze goed gevoed zijn. What have you done with the ones who are sick? Wat heb je gedaan met zij die ziek zijn? With the ones who are lonely. De mensen die alleen zijn, eenzaam zijn. How are they doing? Hoe gaat het met hen? How are my people doing? Hoe is het met mijn mensen? That was quite a revelation to me. Dat was best wel een grote openbaring. To get my focus not too much into buildings and structures. Om die focus niet te hard op gebouwen en structuren te leggen. To always know that God is after you. Maar om altijd te weten dat God achter jou aangaat. That he cares for you. Dat hij om jou geeft. And we only facilitate this encounter. En wij willen gewoon die ontmoeting vergemakkelijken. And if he shows up and you have a good time with him. En als hij hier is en je hebt een goede tijd met hem. The most spiritual thing I can do. Het meest geestelijke dat ik kan doen. Is get out of the way. Is gewoon om weg te stappen. And have him have the time with you. En hem die tijd met jou te geven. I wanna stop with this scripture. Hij wil stoppen met dit deel van het woord. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen, maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. That's right. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundations on the rock.
And I want to give you for this year, I hope that you can grasp this foundation for your life. En voor dit jaar hoop ik dat je dit fundament echt kunt grijpen. Because I'm hopeful for this year. Want ik heb echt hoop voor dit jaar. And I don't want to sow any fear into you. En ik wil niet dat je schrik krijgt. But I know one thing. Maar je weet één ding. The question is not if storms are coming. De vraag is niet, zullen er stormen komen? The question is, when are they coming? De vraag is, wanneer zullen ze komen? Christian or not. Christelijk of niet? Life is not always fair. Het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Storms will come at a certain day. Stormen zullen komen op een bepaalde dag. Will you stand? Blijf jij staan? Will I? Zal hij? Is your foundation strong enough? Is uw fundament sterk genoeg? Well, I want to invite you for this year, put your foundation into the Word of God. Ik wil u uitnodigen om dit jaar uw fundament, uw fundering op het woord van God te leggen. It's the most powerful thing in the universe. Het is het meest krachtige in het universum. And if you do this, en als je dat doet, we don't have to be afraid of storms. Moeten we niet bang zijn voor stormen. We are not arrogant. We zijn niet arrogant. Or pride. Niet vol trots. But I know that my anchor holds. Maar ik weet dat op dat moment blijft. I know the rock on whom I stand. Ik weet op welke rots ik sta. His name is Jesus. Zijn naam is Jezus. He's the King of Kings, the Lord of Lords. Hij is de koning der koningen, de Heer der heren. Come back at the end of this age. Hij komt terug op de juiste every tijd. Knee will bow. En elke knie zal buigen. Every tongue confess. Elke tong zal dat zeggen. That he is the Lord. Dat hij de Heer is. If I'm with him, als ik met hem ben, I'm safe. Ben ik veilig. Jesus never promised us a storm-free life. Jezus heeft ons nooit beloofd dat we een stormvrij leven zullen hebben. He promised us a storm-proof one. Maar hij heeft ons wel beloofd om veilig te zijn in die storm. If you're here today, I want to urge you. En als je hier bent, wil ik u echt aanmoedigen. Make your life storm-proof. Maak uw leven veilig in stormen. Let me end with this picture. Laten we eindigen met dit beeld. Spurgeon once said, "A Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't." Een Bijbel dat uiteenvalt is meestal van iemand die niet uiteenvalt. If you have a Bible that looks like this, als uw Bijbel er zo uitziet, that means you are used to meditate, to eat, to get revelations, to sign stuff to it. Dat betekent dat je gewoon bent aan mediteren, aan erover na te denken, over aanduiden. This grass became milk for you. Dat gras werd melk voor jou. And not only for you. En niet enkel voor jou. Because you will speak life wherever you go. Want je zult leven spreken waar dat je ook naartoe gaat. It's just rubs off on people. Het gaat gewoon over op andere mensen. If your Bible looks like this, als uw Bijbel er zo uitziet, you have a foundation. Heb je een fundament that cannot be shaken. Dat gewoon niet kan geschud worden. And I wish that we all will have it for 2019. En ik wens echt dat is wat we allemaal zullen hebben in 2019. We are the church. Wij zijn de kerk. And you as an individual.